Ik heb zojuist geskiet op de on-mountain ski van Fischer, de Motive 80. Wauw. Vorig jaar in onze eigen skitest al heel goed. Ik heb ook meegeskiet in de Wintersport Magazine skitest. Nou, alle 10 de testers waren echt blij met deze ski. En ik heb er net op geskiet. Nou, en weer. Hetzelfde, gewoon goed. Ik heb wel het idee dat hij iets lichter is geworden. Maar niet lichter in de prestatie. Dat is eigenlijk gelijk gebleven. De ski is een on-mountain ski. Hij heeft ook een on-mountain rocker. De vroeg oplopende punt. Geeft hem veel float. En heel veel draaigemak. Motive 80, de naam zegt het al. 80 onder de voet. Ja, eigenlijk over de hele berg goed te skiën. Overal ABS sidewall. Geeft hem heel veel grip. En wat ik fijn vind. Hij heeft een 17 meter radius bij 1,75. Maar als je ski een beetje op zijn lazen geeft. Skiet hij zelfs nog korte bochten gewoon goed. Licht in zijn handling. Eigenlijk voor een mega breed inzetbereik. Dus ben jij die skier die gewoon lekker op de piste wil pielen. Soms ernaast, kort, lang, alles door elkaar heen. Het maakt niet uit. Bang.